Yo kijkers van TubeRef XXL en welkom bij een nieuwe tutorial. Dit keer doen we een tutorial in plaats van een bucket plugin vandaag. We doen een tutorial van hoe krijg je VitaBeast Monster. Nou, als eerste gaan we naar Google Chrome. Dan ga je naar feedthebeast.com. Je klikt op download now. En als het goed is klik je op de EXE. Bestand. Als die het niet doet, dan neem je de jaarbestand. Maar kijk eerst welke het is. Dan kunnen we deze afsluiten. Dan zoeken we linksonder. FTB. Kan eventjes duren. Klik je op FTB Launcher. Run. Ja, het is het EXE bestand. Dus je moet niet de .jar. Tenzij je Mac hebt of zo, dan doet hij het. Waarschijnlijk wel met een .jar. Dit kan eventjes duren voordat hij opstart. Hier gaat hij. Loading user data. Komt de console al te staan. Als eerste klik je, als eerste ga je naar options. Als hier rode tekst staat, dan moet je eventjes klikken. Dan moet je de goede Java downloaden, 1.7.0. Je hebt een Java 64-bit nodig, ook een 64-bit computer dus. Als die dus nog niet is geïnstalleerd, dan moet je die even op je computer installeren. En start je je computer opnieuw op. Hier kan je nog een aantal dingen instellen. Hier kan je de taal kiezen. En hier raad ik aan om het RAM op ongeveer 2,5 tot 3 te zetten. Het ligt eraan hoeveel RAM je op je computer hebt. Maar als je niet lag wil, moet die echt niet op 1 of 1,5. Moet die echt hoger, anders krijg je lag spikes. Dan klik je op Advanced Options. Voer je bij Additional Java Parameters. Vul je dit in om het nog iets sneller te krijgen. Je kan hem nu even op pauze zetten. Daarna klik je op het kruisje. Zoals je hier ziet kan je ook nog even nieuws van VitaBeast kijken. En hier heb je alle modpacks. De bekende modpacks. En dan klik je hier op de vierde monster. Als je monster wil spelen, wat ik het meest speel. Je kan ook nog naar third party packs. Zoals je ziet kan je hier Agrarian Skies spelen. En nog een aantal andere modpacks. Die misschien ook nog wel leuk zijn. Hangt er net vanaf wat jullie van de modpacks vinden. Hier kan je nog maps en textures downloaden. Ja, texture packs is dat. Bijvoorbeeld hier staat, als het goed is, ergens Fox bij. Nou, ik kan hem zo niet vinden. Je kan hem wel installen. Je kan ook naar maps gaan. Dit is de normale map voor Agrarian Skies. Dus stel je voor je wil een normale map voor Agrarian Skies. Dan doe je install map. Dat werkt hetzelfde bij texture packs. Dat doen we zo. Stel je voor we willen sword tags. Dan doen we install texture pack en hij installt hem. Kan eventjes duren zoals je hier ziet. Download die. Zoals je hier ziet kun je ook John Smith en zo doen. Ik wacht nou eventjes tot hij gedownload is. Ik ga lekker even achterover leunen. Hij is bijna op de helft. Ik ga ook nog een keer een tutorial maken van hoe je TechKit kan downloaden. Daar heb je weer een andere launcher voor nodig. Maar we houden nu even bij alle modpacks bij het FTB team. Dus je ziet, hij is bijna geïnstalleerd. Zoals je ziet is hij geïnstalleerd. Dan ga je naar FTB modpacks. Je hoeft dit niet te doen. Dit bedoel ik. Als je deze gaat spelen, Agrarian Skies, dan raad ik je aan om deze map te downloaden.
Voor Agrarian Skies. Hier heb je de default map, lab map en server map. Zo, dus dit raad ik je aan. Als je dit hebt gedaan, dan waarschijnlijk moet je eerst create profile doen. Dan vul je hier je e-mail waarmee je Minecraft hebt geregistreerd in. En hier je Minecraft wachtwoord. Dat hoef ik niet meer te doen. Dus hier ziet ik hem al geregistreerd. En je klikt op launch. Dan gaat hij de PeterBeast downloaden. Dat doet hij voor de eerste keer alleen. En daarna gaat hij opstarten. Het opstarten kan 5 tot 10 minuutjes duren. Ligt net aan hoe goed je PC is. En ik raad je ook aan, als het Mojang scherm er is, om niks aan te klikken op dat scherm. Dat zorgt er alleen maar voor dat het langer gaat duren. Dus nu weten jullie hoe je PeterBeast monster kan krijgen. Dan zeg ik voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.